Nou, leuk, volle bak. Even over het privacy gebeuren, want ik was er niet bij, maar jij wel. Maar wat dan nog heel lief is, als je dan echt niet gefilmd wil worden, maar je wil ook niet zeggen dat je dat niet wil, dan is straks handig dat je even die cameramanier aanschiet en zegt, ik wil toch eigenlijk even eruit geknipt worden. Dat is dan helemaal lief, dat niet iedereen gelijk weet dat jij niet op film wil, want dan klopt het niet meer, privacy technisch gezien. Leuk. Wie is er ooit eerder bij een sessie van mij geweest trouwens? Een paar mensen. Welke was dat? Eindhoven. Lang geleden? 4 jaar. Oh, ik heb allemaal nieuw materiaal. Dus helemaal goed. Niels, weet ik het. Mooi. En wie heeft eigenlijk een flauw benul wie ik ben? Laat staan wat je daaraan kan hebben. Ja, dat moet je hebben als spreker. Dat is het allerleukste. Tof. Nou, jullie zijn hier vrijwillig geloof ik, hè? Dus niemand hoeft hier van zijn baas te zijn. Misschien een paar bibliotheekmensen, maar die zullen dat niet. Maar ik zorg wel dat het goed komt. Wel heel leuk trouwens, even om in een bibliotheek te zijn. Want ik heb echt heel veel met boeken en heel veel met bibliotheken. Ik heb veel van waar ik nu ben te danken eigenlijk aan de bibliotheek. Ik ben namelijk opgegroeid in een heel klein lief dorpje in de binnenlanden van Drenthe. Nog kleiner dan Borger, maar ik dacht dat kent hij niet, dus ik zeg gewoon Borger. Maar onder Borger heb je nog een heel klein, ander klein dorpje. Misschien bent u er vroeger geweest op vakantie bij het land van Bartje, maar dat dorpje heet Ees. En daar woont echt niemand. 300 mensen. En daar ben ik opgegroeid en ik zat op school daar. Dat was zo'n school waar je 2 klassen hebt, zeg maar. En op een dag kwam er een grote vrachtwagen kwam op het schoolplein rijden. Nou, dat was al überhaupt al raar. Ik denk, wat hier gebeurt hier nou weer? Dus dat was interessanter dan wat er voor de klas gebeurde. Ik keek naar buiten en er stapte een mevrouw uit en die maakte een hele trap naar die bus. En een heel bord buiten zet ze neer. Ik denk, wat krijgen we nou? Was het een bibliobus? Maar dat hele concept bibliotheek kende ik toen nog niet. Dus ik was 11 en dat is een hiaat in mijn opvoeding geweest. Maar dat was mijn eerste ervaring met een bibliotheek. Nou, dat is geinig. En hoe werkt dat dan? Nou, dan kun je naar binnen, kun je boeken meenemen. Nou, dat vond ik echt geweldig. Want ik was nogal dol op lezen en zoveel hadden we thuis nou ook weer niet. En toen mocht ik een jaar later naar het grotere dorp fietsen in mijn eentje van mijn ouders. En toen mocht ik naar de grote bibliotheek. Nou, daar hadden ze nog veel meer boeken. En daar ontdekte ik iets grappigs. Daar ontdekte ik dat, en toen was de automatisering nog niet zo ver, dat je mocht dan 7 boeken mee, waarvan 1 stripboek geloof ik, of 2, er waren spelregels voor. Maar ik had vrij snel door hoe dat systeem werkte. En het concept was een beetje, je gaat alle boeken halen die je wil hebben, zeg maar max 7, die neem je mee naar huis. Dan ga je een dag later terug, dan breng je 1 boek terug en neem je weer 7 mee. Nou, dan hou je een paar weken vol, dan heb je eigen boekenkast. En op een gegeven moment krijg je kaartjes thuis, heel leuk, van de bibliotheek. Ah, leuk kaartjes. En er staat dan op welke boeken je allemaal nog hebt. Ja, dat is handig, dat was ik vergeten. En of je ze ook terug wil brengen. En op een gegeven moment kreeg je ook boetes, maar dat was in die tijd ja dubbeltjeswerk. Dus ik had ergens bedacht, de bibliotheek is een plek waar je boeken kan huren en de eerste 3 weken zijn gratis. Dat duurde 1 jaar of 8 voordat ze daar bij de bibliotheek ook achter waren, dat die allemaal bij mij stonden. Ik had heel weinig schroom, maar ik dacht, nou dat is toch leuk, ik geef geld, iedereen gelukkig kun je nieuwe boeken kopen, wist ik veel. Dus toen werden ze heel boos en toen ben ik nooit meer terug geweest. Dus ik heb nog een stuk of 18 boeken van de bibliotheek in Borger nog steeds thuis. En in ruil daarvoor treed ik me overal in het land op gratis bij bibliotheken als een soort aflaat, zeg maar. Dat moet je dan maar, ja, je moet toch wat. Dus daar is het een beetje begonnen. Ik ben 44 en ik heb nog nooit in mijn hele leven een baan gehad of een uitkering. En wat heel grappig is, dat ik dit jaar mijn 30-jarig jubileum vier als ondernemer. Dus ik zit dit jaar 30 jaar in het vak. Wat grappig is als je nog maar 44 bent. En dat is heel grappig. Zitten er padvinders hier in de zaal of oud-padvinders? Hartstikke goed. Als er straks iets misgaat, bij die in de buurt blijven, die kunnen alles. Bij mijn dorp had je voetballen of de padvinderij. En balgevoel en Martijn ging niet zo goed samen. Ik ben nog onhandig, dus het werd de padvinders. Ik denk, nou, vuurtje bouwen, vlot bouwen. Dat is in Drenthe bij een kanaal, want verder hebben we geen water. Ik denk, ik ga bij de padvinders. Maar op mijn 15e, ik vond het hartstikke leuk, op mijn 15e ontdekte ik per ongeluk iets grappigs. Wie heeft er wel eens geld verdiend met vakken vullen of afwas? Of een krantenwijk? Ja, nou, dat was bij ons ook. Totdat ik in één keer erachter kwam dat wat wij bij de scouts zaterdags in het bos deden. Zeg maar een rondje door het bos lopen en dan, een vlot bouwen, dat als je daar 10 gulden voor vroeg en je noemde dat een personeelsuitje en er kwamen 100 man, had je 2 uur later 1000 gulden. Ik weet niet of jullie nog weten hoeveel 1000 gulden was eind jaren 80, maar mijn vader was geschiedenisleraar en die kreeg 2000 gulden, maar hij moest helemaal naar zijn werk. Vond hij niet altijd even leuk. En dat doet iets met je hoofd. Als je 15 bent en je verdient per ongeluk 1000 gulden omdat je gezegd hebt, ik was gewoon in mijn eentje, wij organiseren outdoor activiteiten. Nou, iemand van de ABN AMRO, die geloofde toen nog in jonge ondernemers, die trapte erin en die zei, nou, we komen.
geen enkele ervaring met zoiets organiseren, maar het bleek niet zo heel ingewikkeld te zijn. De helft liep in de soep, maar dat vonden ze niet echt. Het was mooi weer. En als je 15 bent, je krijgt in 2 uur tijd 1000 gulden, dan gaat er iets in je hoofd veranderen. En dan verandert je perspectief op geld. Of op diploma's, of op banen. Dat is ook nooit meer goed gekomen. 2 jaar later had ik 60 man aan het werk en runde ik van achteruit de klas, in een tijdperk zonder internet en mobiele telefonie, een buitensportbedrijfje. Dat is geinig. Je kan namelijk ontdekken kinderfeestjes, familiedagen, personeelsuitjes, gewoon allemaal hetzelfde. Alleen dat noem je dan anders en maak je dan duurder. Maar in die tijd zat ik dus nog gewoon op school. Dus mijn schoolcarrière is HAVO, MAVO, huisartsschool, MAVO, HAVO, VWO. Ik heb nog 2 jaar rechten gestudeerd, maar 4 studiepunten in 2 jaar was toch echt te weinig. Maar ik was dus het bedrijfje aan het runnen. Alleen in die tijd was er eigenlijk nog geen technologie. En ik weet nog dat we de eerste kopieerapparaat op school kregen. En u moet zich voorstellen, als je op zaterdag allemaal groepen in een bos hebt, hè, die moet je dan een routebeschrijving meegeven. Kijk, je moet daar langs en hier is jullie papiertje en daar is jullie papiertje. Ja, als je dat met de hand moet overtrekken, dat kost aardig wat wiskundeles. Dus ik was de hele tijd achter in de klas bezig om die routebeschrijvingen te maken. En in 1 keer kregen we op school een kopieerapparaat. Dat scheelde zoveel werk. Ging nog met kwartjes en zo. Maar dat was de eerste technologie waardoor ik dacht, wow, dit is echt superhandig. Dat was de tijd van de eerste computer. De eerste, nou ja, met die 5,5 inch floppy die je nog kon buigen, zeg maar. Daarna 3,5 inch floppy. En elk jaar, op een gegeven moment kreeg ik een fax op school. En elk jaar kreeg ik dus nieuwe technologie erbij. Terwijl ik niet heel technisch ben. Waardoor ik meer kon doen in minder tijd, met minder stress, tegen lagere kosten met meer impact. Dus ik heb daar een tik aan overgehouden om altijd door die lens van technologie naar organisatiemechanismes te kijken. Want hoe kan ik iets nou sneller en slimmer voor elkaar boksen? Nou, daar heb ik een soort sport van gemaakt. Op mijn 27e probeerde ik het bedrijf te verkopen. Daar had ik duidelijk geen kaas van gegeten. Ik had nog iemand van KPMG ingehuurd. Dat was geen goed idee. En toen eindigde ik met min 3 ton. In guldens. Dat is heel knap. Vond de bank was helemaal verbaasd. De belastingdienst zei, nou, hoe doe je dat nou? Mijn ouders boos. En ik verdrietig. Dat duurde niet zo heel lang, want verdrietig in een hoekje liggen, dat is geen goede strategie. Dat hou je wel even vol en dan moet je ook even aangaan, maar op zich schiet het niet heel erg op. En dat is een interessante situatie om in te zijn als je alles kwijt bent. Daar heb ik heel veel aan gehad. Sterker nog, het zijn de dingen die het meest misgingen in mijn leven waar ik het meest aan gehad heb. Dus blijkbaar werkt het leven zo. Dus ik heb ook niet zoveel meer met succes of falen, want het is allemaal hetzelfde, heb ik ontdekt. Maar dat is interessant. Als je alles kwijt bent, dan kan er niet heel veel meer misgaan. Want daar ben je dan al. En toen ben ik op dat moment waarschijnlijk het meest onwaarschijnlijke gaan doen wat je in zo'n situatie had kunnen doen. Ik ben een hunebed gaan bouwen. Ja, hij vertelde het al. En dat kwam een beetje. Ik zag op tv bij National Geographic. Ik had tijd over, ik had geen bedrijf meer. Dus ik zag National Geographic en Discovery. Zag ik dat Stonehenge werd nagebouwd. Dus mensen gingen proberen, hoe hebben ze dat nou eigenlijk gedaan? En dat hebben ze ook bij de piramides gedaan. Ik denk, ja, maar wij hebben hunebedden. En ik had toch niks te doen, dus ik dacht, nou, ik ga een hunebed bouwen. Leuke afleiding. Ja, dan ga ik maar 1 keer doen, dus het moet wel gelijk het grootste hunebed ooit zijn. En we gaan het bouwen helemaal met de hand, met alleen maar touwpalen en stenen. En ik doe er maximaal 16 dagen over. Ik had bedacht, we doen er een festival omheen voor de toeristen. We doen het midden in de zomer, dat is leuk. En in 16 dagen tijd, dat moet heus lukken. 2 jaar later had ik 1 miljoen bij elkaar, in guldens. En kwamen er 14.000 mensen helpen. En hebben we gewoon in 16 dagen tijd dat hele mysterie ontrafeld. Een hunebed bouwen stelt helemaal niks voor. Het is wel heel veel werk. Het is hartstikke leuk. Ik denk dat je maar 1 keer moet doen, anders gaat het vervelen. Maar ja, dat was klaar. En toen dacht ik, ja, nou is er geen weg terug. Als dit kan, ik weet niet of je wel eens in Drenthe komt, maar daar willen ze echt niks. En we hadden zelfs 2 actiecomité's tegen de bouw van het hunebed. Even, hoe goed ze in Drenthe zijn, we iets niet willen, zeg maar. Stop het gezol met stenen. Baron Münchhuizen project. Nee. Het project was af, het was klaar. En ik denk, wat zal ik nou eens gaan doen? En daar ben ik eigenlijk nooit achter gekomen wat ik daarna moest doen. Dus ik dacht, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed. Wat zal ik nou eens gaan doen met de rest van mijn leven? En ik ben gaan spelen en gaan klooien. En ik ben een website begonnen. Over hoe je meer kon doen in minder tijd met minder stress tegen lage kosten met meer impact. En ik ben een website begonnen toen, lifehacking.nl, waar ik Niels onder andere van ken. Kennen jullie het woord lifehacking? Nou, even snel. Wie van jullie gebruikt Outlook om mee te mailen? Dat zijn altijd wel best veel. Wie van die mensen kijkt 1 keer per maand op een website hoe je slimmer kan omgaan met Outlook? Ja. Kijk, nou, dit is heel grappig. Doordat ik die tik had meegekregen
van door de lens van technologie naar organisatiemechanismes kijken, kwam ik er dus achter dat er elk jaar heel veel technologie bij komt, waardoor je heel veel tijd en geld kan besparen. Dus ik ben dat in de gaten gaan houden. Maar ik ben niet zo handig. Dus ik heb een platform gebouwd waar allemaal mensen die dat wel zijn, zoals Niels, dachten, oh, ik heb allemaal leuke tips. Mag ik die docu opzetten? Ja hoor. Dus ik had allemaal nerds om me heen die allemaal slimme tips op die website gingen zetten. En daar hebben we boeken van gemaakt die je gratis kan downloaden. Je mag het ook kopen. Ik heb toen ontdekt, ja, je moet die kennis gewoon weggeven. Dat is een leuk idee. En toen begon ik op een gegeven moment na dat lifehacking, kwam ik erachter van ja, er is nog wel meer. Toen ben ik over organisaties gaan nadenken. Toen kwam ik erachter, ik werd ook heel gevraagd voor lezingen en zo. Dat heel veel organisaties, als je kijkt naar waar technologie nu staat, eigenlijk heel slecht en raar georganiseerd zijn. Dat is niet een waardeoordeel van, die zijn slecht bezig. Maar het kan heel vaak veel slimmer, leuker en beter. Nou, daar ben ik boeken over gaan schrijven met Erwin Witteveen. Dat is het boek Easycratie geworden. Is er iemand die dat boek toevallig gelezen heeft, Easycratie? Ja. En voor mij was Easycratie een soort lifehacking voor organisaties. Easycratie kwam uit 2009 en dat was het begin van social media, het begin van Twitter. En Erwin Witteveen en ik kwamen erachter dat social media niet alleen over communicatie gaat. Misschien weet u dat nog, maar aan het begin van Twitter zei iedereen, wat een flauwekul dat Twitter. Waarom zou ik willen weten dat iemand naar de wc gaat? Zo werd toen over Twitter gesproken, misschien nu nog steeds, maar dat was een beetje de toon. En we dachten, nee, er zit nog meer achter. En wij dachten, ja, social media zette zo'n hefboom op het zelforganiserend vermogen van groepen individuen. Je hebt in één keer niet meer een geld, papier, een gebouw, personeel nodig om heel snel iets in gang te zetten. Dus wij zaten vanuit een organisatieperspectief, zeker gezien mijn achtergrond, zaten we naar die materie te kijken. En we deden nog een waarneming. Bijna alle grote vraagstukken in deze tijd, zorg, onderwijs, duurzaamheid en zo, zijn in de kern bureaucratisch van aard. Ik ben niet tegen bureaucratie, maar we hebben er veel te veel van. En wij dachten, ja, die social media zorgt ervoor als je zonder papier en geld dingen kan doen, dan kun je om de bureaucratie heen. En daar hebben we een boek omheen gebouwd, Easycratie. Nou, je zei het net al, we beschreven er een casus die een paar jaar later uitkwam. Dat was wel een mazzeltje. En het gemeentebestuur van Haren zat echt met de handen in het haar nadat dat meisje van 16 had bedacht, ik geef een feestje, komen jullie langs? En had ze op Facebook gezet met de verkeerde knopjes aangeklikt. Waardoor 20.000 of 30.000 mensen zeiden, oh wat leuk, ja we komen wel. Nee, jong. Nou, heel haren in rep en roer, want er gebeurt ook nooit wat. Maar toen gebeurde er iets, en dat is wel interessant. Het gemeentebestuur van Haren gaf de ambtenaren de opdracht om de straatnaambordjes van de palen af te schroeven in Haren. Vanuit een soort logica, ja dan loop je in de straat, maar dan weet je niet meer waar je bent. Nou, dan gaan ze wel weer naar huis. Ja. Dat is echt gebeurd. En toen kwam Job Cohen, die ik hoogelijk waardeer, maar die moest eerst op Facebook les om te snappen wat hij moest gaan onderzoeken. En toen werd mij duidelijk dat er een kloof bestaat tussen wat ik noem de politiek-bestuurlijke werkelijkheid en de maatschappelijk-technologische werkelijkheid. Die kennen we in veel meer dimensies. Stel je voor, je hebt een iPhone en hij wordt gejat. Dat gebeurt. Dan is er een programmaatje op de iPhone, dat heet Find My iPhone. Dat je kan instellen, zodat je op internet kan kijken waar je telefoon is. Zolang die nog aanstaat, geeft hij een signaaltje. Dus stel je voor, je telefoon wordt gejat, je hebt dat programmaatje geïnstalleerd, je rent naar het politiebureau met je iPad en je laat tegen de politieman zien, kijk, mijn iPhone is gejat. Ik heb hem al gevonden, dus dat stuk van jullie werk heb ik nu gedaan. Hij ligt achter die deur. Maar we moeten wel even opschieten, want ik mag dat huis niet in en jullie hebben het geweldsmonopolie. Dus jullie moeten even die deur openmaken. Dan krijg ik mijn iPhone terug, maar we moeten wel opschieten, want straks is die uit en dan is het signaal weg. Nou, dan kijkt de politie aan, past niet in het formulier, zeg maar. En daar word je een beetje verdrietig en boos als burger. Inmiddels hebben een aantal politiekorpsen dit opgelost trouwens. Die hebben iPhone taskforces inmiddels. Maar ook dit is zo'n voorbeeld. Of een minister Kamp, die denkt, ja, die mailservice van het ministerie, wat een glazer. Ik stuur het lekker door naar mijn Gmail-adres, want dat werkt gewoon. Kan ik op mijn iPad lekker mijn mail lezen. Dit zijn allemaal voorbeelden van een maatschappelijk technologische werkelijkheid die je gewoon gebruikt. En een politiek-bestuurlijke werkelijkheid die daar niet helemaal lekker mee ruimt. Nog een extreme voorbeeld. Ik was te gast op een congres over de arbeidsmarkt, vlak voor de verkiezingen. Allemaal politici in de zaal, echt waterverf, echt laag niveau, vond ik. En er zat een mevrouw van de vakbond bij. En die was me echt vanuit het hart een partij aan het fulmineren over technologie. En die zei, dat was echt heel vakbondachtig boos. Deze hartstikke goed, bleef ook in haar rol. En die was aan het klagen op Airbnb en op Uber en op werkgevers. Nou, zoals het hoort. Maar toen kwam het. Die plofte daarna naast mij neer op de stoel. Zo, en die ging even uitpuffen. Ik zei, zo, dat heb je goed gedaan. Ja.
En die pakt haar iPhone en die opent Google Maps. Ik denk, dat is niet leuk voor de mensen die bij TomTom in Amsterdam werken. Dat kost banen. En daarna ging ze WhatsAppen. Ik denk, dat is niet leuk voor de mensen die voor KPN werken. Dus ja, dus we hebben een politiek-bestuurlijke werkelijkheid in ons hoofd van zo zit het en zo hoort het. En daarna gebruiken we allemaal wat werkt, want dat is namelijk een goed idee. Nou, daar moeten we het over hebben met elkaar. En waarom? Omdat we, inmiddels zijn we aardig wat jaren verder, na 2009. En inmiddels beginnen de contouren van die netwerk- en informatiesamenleving zich redelijk te ontvouwen. En Erwin en ik hebben daar een nieuw boek over gemaakt, Nooit Af. En daar hebben we EasyCratie eigenlijk nog ging over de volgende stap in de evolutie van bureaucratieën. Ging Nooit Af eigenlijk over een hele simpele premisse. Die zal ik zo uitgebreid onderbouwen. Nooit Af ging uit van een heel simpel idee. De ontwikkelingen op dit moment gaan zo hard. En de versnelling van die snelheid versnelt zich ook nog eens. Dat plannen maken eigenlijk niet heel veel zin meer heeft. Heel veel organisaties, veel overheden maken lange termijn plannen. Alleen tegenwoordig is lange termijn is 3 maanden en korte termijn dat is morgen. Dus die intervallen zeg maar in de werkelijkheid die zijn veel korter dan de intervallen in de bestuurssystemen. Zeg maar. En dat is niet zo heel handig als je een heel project optuigt met geld van ons, hè, belastinggeld. En je komt er een halverwege achter dat het niet meer nodig is. Mooi voorbeeld. Hoe heet ze? Onze minister van Verkeer een tijdje terug. Mansveld? Schultz? Nee, niet Schultz Vagen, die vorige. Mansveld? Hij is staatssecretaris. Nou ja, van onze staatssecretaris een tijdje terug. 2015. En die had echt een heldendaad verricht. Die kwam positief in het nieuws. Dat was echt, zelfs bij de Telegraaf. En wat had ze voor elkaar gekregen? Nou, in 2021 of 2022 zitten in alle tweede klas treincoupés van Nederland stopcontact. Wauw. Het enige wat ze alleen, dat kost heel veel geld, hè? Dat is een lange termijn plan, heel veel geld. Het enige wat ze alleen niet mee hebben gewogen, is dat tegen die tijd batterijen zo goed zijn, van de accu's van je smartphones, dat we dat niet meer nodig hebben. Dus dit is typisch zo'n project wat heel veel kost, waar we heel veel geld tegenaan gooien. En tegen de tijd dat we zover zijn, was het eigenlijk niet meer nodig. Nou, dat spanningsveld, daar hebben we een heel boek omheen gebouwd. Wie van jullie zat er 8 jaar geleden al op Gmail van Google? Weet je nog wat er aan het begin onder Gmail stond? Er stond een woordje onder, helemaal aan het begin, in de eerste 2 jaar. Iemand? Beta, ja, beta. En dus dan kreeg je Gmail en onder beta. En de beta-versie van software is de versie waarvan de maker heeft gezegd, we zijn iets leuks aan het knutselen, maar het is nog niet af. Maar we willen zo graag weten wat jullie ervan vinden, je mag er alvast mee spelen. Het is een hele slimme manier van softwaremakers om een grotere groep, vaak slimmere gebruikers, te betrekken bij het ontdekken of er nog fouten in zitten. En om nieuwe knopjes te bedenken. Dat doe ik ook wel eens, hè. Dan heb ik een beta-programma ergens van en dan bel ik de fabrikant op. Van, als jullie dat knopje nou maken, oh, dat is veel handiger. Oh, goed idee. Nou, dat kostte dus niks. Maar er zit iets magisch in de beta-fase van een programma. In beta-fase bestaan fouten eigenlijk niet. Hooguit ontdek je wat er nog niet, wat er nog verbeterd moet worden. En daar zijn Erwin en ik een heel boek omheen gaan bouwen. Dat heet Nooit Af. Wat nou als je projecten permanent in beta-versie laat? Je zegt gewoon nooit meer dat het af is. Je zegt gewoon, nee, dit is de beta-release. En wanneer is het dan af? Ja, geen idee. Het is af als het af is. Dus wij pleiten eigenlijk voor stoppen met deadlines. Want met name grote projecten bij bedrijven, maar ook bij overheden. Ik noem even de ICT van de Belastingdienst. Het wordt even wat onrustig daar. Bij grote IT van de Belastingdienst bijvoorbeeld. Dan tuigen een enorm project op. En wat is in bijna alle gevallen aan de hand? Daarom hebben we al die parlementaire enquêtecommissies. Tegen de tijd dat een project wordt opgeleverd en we zeggen, en nou is het klaar. Blijkt het niet waar. Zitten er zoveel fouten in, die komen daarna pas aan het licht. Dan krijg je narigheid, claims, gezeur, klokkenluiders, advocaten, narigheid. Moet er nog meer publiek geld bij en het werkt nog steeds niet. Dus dat is misschien niet zo handig. Ik ben opgegroeid in een omgeving waarvan mijn ouders die zeiden altijd van Martijn, maak nou eens wat af. Nou, dan was ik naar het hunebed was ik er klaar mee. Ik denk, oké, zo, klaar, bewezen, dan moet je ophouden. Ik kan heus wel dingen afmaken. Maar ik ben toevallig veel beter in dingen beginnen. En volgens mij zitten we in een rap tempo in een wereld waarin beginnetjes harder nodig zijn dan dingen afmaken. Want als 1000 mensen allemaal beginnetjes maken, gaan ze allemaal dingen tegenkomen en ontdekken. En als we met z'n allen meer ontdekken en dat delen met elkaar, dat is gewoon een heel goed idee. Want waar staat in godsnaam geschreven dat als je iets begint, dat jij dan degene bent die het moet afmaken?
We leven namelijk in een interconnected wereld met 2 miljard mensen op het web met elkaar verbonden. Dat zijn er 5 miljard de komende 5 jaar. Er is altijd iemand te vinden die het volgende stukje veel beter kan dan jij, daar ook heel blij van wordt, daar heel goed in is. En hoezo moet 1 iemand dan doen en kun je ook het aan 20 mensen geven die allemaal een beetje doen? Dit was vroeger duur en complex, maar door alle technologische ontwikkelingen is dat niet meer het geval per se. Ik ben ook opgegroeid met Martijn, je moet eerst bezinnen en dan ga je beginnen. En dat is een strategie die volgens ons in deze tijd niet meer zo goed werkt. Volgens mij moet die andersom. Je moet eerst gewoon beginnen en ontdek je wat je in handen hebt en dan ga je dan bezinnen en aanpassen of stoppen. Dus dat is een andere aanpak. Nou, dat boek is ongelooflijk populair geworden bij ambtenaren. Ik snap inmiddels waarom. Die dachten allemaal, hé, geen fouten, yo. En dat boek bestaat uit een aantal hoofdstukken. We hebben een, even kijken of ik dat bij me heb. De amuse, ik ga hem even pakken. Loop even uit je beeld hoor, sorry. Ja, het is stand-up vanavond, dan weet je nooit precies wat ik ga vertellen. Dus, zo. Dus we hebben dit boekje uitgebracht. Dit is hoofdstuk 1. Dit noemen wij het amuseboekje. Als je deze lekker vindt, vind je het grote boek ook leuk. Vind je dit niks, moet je niet aan beginnen. Dat is veel te dik. Nooit af is echt 2 keer zo dik als... dan kan ik dit voor de camera, ja, dat kan ik voor de camera wel vertellen. Nooit af is echt 2 keer zo dik als Easy Classier. Het is zelfs zo dik dat onze eerste uitgever, na 3 jaar wachten, kreeg het boek in handen. Die zei, ja, maar dit is veel te dik. Dit gaan we niet uitgeven. Zeiden ze, oh, oké. Ja, maar dat moet toch. Je gaat toch niet aan Van Gogh vragen of je een stuk van schilderij af wil zagen? Ja, past niet in het lijstje. Dus toen zeiden ze, nee, sorry, ik heb het briefje op de wc hangen. Nee, sorry, tot ons grote spijt kunnen we het niet uitgeven. Nou, dan zoeken we wel een ander. Maar het is een heel dik boek. Het amuseboekje. Maar als je niet van lezen houdt, we hebben ook een samenvatting. Dus die heb je net gekregen, als het goed is. Die krijgen ze straks. Hoe is het geregeld? Beide. Beide. In elk geval, ze zijn er. En dit is de samenvatting. Een beetje nooit af. Erwin en ik hebben dit niet allemaal zelf bedacht. We, net zoals bij Easycratie bestaan onze hoofdstukken van hoofdstuk 2 van onze beide boeken bestaan uit de Easycratische Bibliotheek. En de Easycratische Bibliotheek, normaal in een boek gaan ze helemaal achterin verklappen waar ze alles gejat hebben. Wij hebben al die lui met naam en toenaam gewoon hoofdstuk 2 op een rijtje gezet. Van nou ja, als je deze 10 boeken gelezen hebt, dan kom je ongeveer bij die conclusie uit. En als je bij andere boeken gaat lezen, kom je weer ergens anders uit. Dus hier putten we uit. Die mensen hebben we geëerd. Dus ik wil het even hebben over de boek Abundance van Peter Diamandis. Heeft iemand dat gelezen hier? Hebben jullie het hier überhaupt? Dat gaan ze uitzoeken. Het boek The Rise and Fall of American Growth van Robert Gordon. Heeft iemand dat gelezen? Nee? Oké. The End of Power van Moses Naim. Ja, heel goed. Eentje. Dat is fijn. Je bent de eerste trouwens. En Homo Deus. Ja, heeft iemand dat gelezen? Ah, mooi. Oké. Qua tempo. Gaat dit te snel? Is het oké zo? Goed. Mooi. Fijn. Goed. Abundance van Peter Diamandis. Spectaculair boek. Ik was echt een paar dagen echt van de leg nadat ik dat boek gelezen had. Alles wat ik ooit geleerd had over het systeem en de economie, klopte daarna niet meer. Dat jullie dat boek niet gelezen hebben is op zich niet erg. Maar ik kwam er een tijdje terug achter dat de hele top van het ministerie van Economische Zaken, de hele top 70, het boek ook niet gelezen hadden. En dat is eigenlijk niet zo handig. Want dit boek Abundance betekent natuurlijk overvloed. En dat ministerie die baseerde alles nog op schaarste. En dat klopt eigenlijk niet meer. Dus na een paar uur bakkeleien waren er al uit. Dat woord economie moet van het ministerie af, maar dat wilden ze niet. Wat is er namelijk aan de hand? Op dit moment zijn er zoveel technologieën zo hard aan het samensmelten en in ontwikkeling, dat we in een rap tempo van een wereld van de have and have nots naar een wereld van de have and have not yet aan het gaan zijn. Dus het gaat op metaniveau eigenlijk fantastisch met de mensheid. Ik zeg niet dat het goed gaat met de planeet, daar valt het op af te dingen. Maar als mensheid doen we het echt verschrikkelijk goed. Er is heel veel narigheid, maar dat is van alle tijden. Netto is er minder narigheid dan ooit als we even Hof van Eden en zo lang geleden vergeten. Want toen was alles helemaal geweldig natuurlijk. Wie van jullie hier in de zaal wisten dat de afgelopen 200 jaar nog nooit zoveel bomen in Europa hebben gestaan als nu op dit moment? Ja, dat is niet algemeen bekend. Als jij het wel weet, wil je dat ook aan de rest vertellen? Dat scheelt mij ook weer, zeg maar. Nee, zeg maar, normaal, als iedereen die dit weet, dat het gewoon... Ja. Nee, maar dat is leuk, want even, ik las net een stuk uit een Duitse krant over Duitse wouden. Blijkt dat de Duitse bosindustrie levert meer geld op voor Duitsland dan auto's. Wist ik ook niet. En in de jaren 80 dachten ze nog dat binnen 5 jaar de grote wouden uitgestorven waren vanwege zure regen. Dat viel dus nog mee.
Dus ja, dat stuk gaat goed. Terrorisme. Dus kijk even naar de leeftijd. Als je de jaren 70 een beetje hebt meegemaakt en 80. Als je even graaft, weet je meer terreurgroepen uit je hoofd dan dat we nu op dit moment hebben. ETA, IRA, Rote Armee Faction, Rode Cellen, Bende van Nijvel, waren ook gewoon terroristen. Jakhals, Carlos de Jakhals, dat was een particulier. Die kon je gewoon inhuren. Ja, dat had je toen nog. Dus, maar tegenwoordig, we hebben minder terreur dan ooit. Alleen als het gebeurt, dan krijg je dat direct mee. Dat is niet zo geinig, maar het volume is veel minder. Aantal gewapende geweldsconflicten wereldwijd, historisch laag. Laten we het zo houden, maar zeg, landen binnenvallen doen we eigenlijk ook niet zo heel veel meer, relatief gezien. Hè? En ja, er is een soort nieuwe ordening aan het ontstaan. Er is nog wel wat terreur en wat echt veel nadigheid met islamitisch gelazen. Dat komt ook goed, alleen dat duurt nog 20 jaar. Onthoofdingen, jaren 50, heel populair. Komt ook niet zo vaak meer voor. Als iemand onthoofd kun je live meekijken. Niet zo heel lekker, maar dat moet je ook niet doen. Maar dat is even een ander stukje. Andere getallen. Het kindersterftecijfer is afgelopen 25 jaar gehalveerd. Dus kinderen die aan de onderkant van de wereldbevolking sterven, dat is echt 50% minder. Dat is een echt enorm accomplishment op mensheidsniveau. Komende paar jaar halveert dat nog een keer. Wat gebeurt als kinderen niet meer massaal sterven? Dan stoppen die ouders met heel veel kinderen maken in de hoop dat er een paar wel overleven. En dat stabiliseert dan op 1,8, 2,3 kind per gezin. Dat is een soort van doable qua verversing rate, zeg maar. Dit is nog maar het begin. Wat nou als elk vraagstuk op deze planeet in de kern gewoon een puzzel is? En wat nou als je vanuit dat paradigma bedenkt dat we nog nooit zoveel puzzelstukjes op aarde toegankelijk hebben gehad voor nog nooit zoveel mensen? En dat nog nooit zoveel puzzelaars konden samenwerken om puzzelstukjes bij elkaar te zoeken om een vraagstuk op te lossen. Met heel veel geld en juist zonder geld. Experts en amateurs, allemaal door elkaar. Dat is nu aan de hand. Dus die Age of Aquarius, dat hele hippie-tijdperk, dat Universal Mind, ja, dat is eigenlijk nu al. Want we hebben 2 miljard mensen via social media verbonden. Dat zijn er 5 miljard tussen nu en 5 jaar. Dat zijn enorme krankzinnige aantallen. Wat interessant is dat die volgende 2 miljard mensen die nu ook mee gaan doen, die worden niet gehinderd door enige voorkennis. Die krijgen in één keer het web erbij en YouTube en Instructables en de Wikipedia en Google. Die denken, yo. En die gaan dus dingen bedenken die wij niet kunnen bedenken, omdat wij vanuit andere denksystemen naar die materie kijken. En die gaan puzzelen, want die hebben ook problemen en vraagstukken en die kunnen dat gewoon delen online. En dan in één keer kunnen 2 miljard mensen liken, sharen, tweeten, retweeten en in één keer gaan dingen veel sneller. De beste oplossing in een vakgebied komt eigenlijk altijd uit een ander vakgebied. Omdat iemand er even door een andere lens, door een andere bril naar kijkt. En er bestaat ook nog iets als serendipiteit. Ik weet niet of jullie dat woord kennen hier, serendipiteit. Dat is ook een van de manieren waarop wij als mensheid dingen ontdekken. Per ongeluk. Dat je denkt, nou, geen idee. Dus serendipiteit is een toevallige vondst, terwijl je er niet naar op zoek was. Peck van Andel, een van de leukste wetenschappers van Nederland, zegt altijd, ja, serendipiteit, daar is een heel leuk boekje over. Dat is eigenlijk zoeken naar een speld in een enorme hooiberg en dan loop je naar buiten met een leuke boerendame. Dat je denkt, ja, was ik niet naar op zoek, maar ja, kon ik het moeilijk laten zitten. Ik denk, nou, neem ik maar gewoon. En het leuke is, ik weet niet of je deze kent, de post-it notes. Dat is echt heel leuk. Oh, straks, ik heb nog wat leuks te vertellen over post-it notes. Wisten jullie dat er 3 manieren zijn om een post-it hiervan af te halen? 2 verkeerde en 1 goede. Nee, 1 verkeerde en 2 goede. De verkeerde manier is dit. Hij krult namelijk omhoog. En als je even wacht, flikkert hij straks hup eraf. Dus als je zo'n blaadje eraf trekt, dan moet je hem of van rechts naar links halen. Of van links naar rechts. Dat zijn de goeie. Waarom vertel ik dit verhaal? Dit is een leuk verhaal. Arthur Fry werkte bij 3M. En 3M is een bedrijf dat lijm maakt en tape. En ze hadden jaren heel veel geld geïnvesteerd op een nieuwe lijm. En aan het eind van het liedje bleek die lijm niet te plakken. Dat is mooi lullig als je geld verdient met lijm. Lijm die niet plakt. Dus iedereen daar zei, nou wat een flauwekul. Dit is dus helemaal mislukt. Wat een mislukking. Allemaal naar. Stekker eruit. Maar Arthur werkte daar. En Arthur zat elke zondag in de kerk. En had in zijn Bijbel had hij allemaal papiertjes te zitten. Maar die viel er elke keer ertussen uit. Totdat Arthur dacht, wacht eens even. Als ik nou dat spul wat niet plakt erop plak, misschien blijft het dan wel een tijdje zitten. Hij dacht, wow, dit werkt goed. En hij vertelde, oh, het is niet mislukt. Maar niemand wilde daar.
Toen heeft hij geel papier gekocht, want het valt lekker op. Toen heeft hij allemaal papier gemaakt, heeft hij er vierkantjes van geknipt, zoals dit. En toen heeft hij het gewoon in oplage 10.000 binnen 3M uitgedeeld. Eigenlijk net als heroïne. Je geeft het gewoon gratis weg, dan wacht je een maand. Zijn ze verslaafd, kunnen ze niet meer zonder. Maar wat interessant is, is dat deze mislukking geen mislukking was, maar een lukking in de dop. Je had een geoefend oog nodig om te herkennen wat hier aan de hand was. Maar ook de volhardendheid en de eigenwijzigheid en blijkbaar genoeg geld van zo'n Arthur Fry om dat dan gewoon te gaan doen. Nou, 30 jaar geleden, want toen speelde dit ongeveer, toen had je nog iemand als Arthur nodig om dit te fixen. Maar met 2 miljard mensen op het web heb je maar één iemand nodig die dit online gooit. En die hoeft dan niet meer alles zelf te doen, die gooit het online. En je hebt maar één iemand nodig, dat heet een first follower. Die denkt, ja, maar dit is eigenlijk heel handig. Tweet, retweet, huppakee, en de rest kan erop doorbouwen. Dus die kracht komt er nog eens bij. De kracht van het toeval. Goed. Er is op dit moment een groot aantal technologieën in ontwikkeling die op ons systeem aan het werken zijn. En die wat mij betreft, en ik zit er graag naast, maar ik denk het niet, tussen nu en 10, 15 jaar ons complete systeem helemaal op de kop zetten. En daar ben ik positief over. Ik heb trouwens überhaupt een positief verhaal. Ik kan ook een negatief verhaal houden, kan ik ook. Alleen dan word je na 5 minuten chagrijnig, na 10 minuten word je boos en daarna lopen jullie weg. En ik heb nog nooit een pessimist een probleem zien oplossen. Daar heb je namelijk optimisten voor nodig die denken, ja, wacht even, wat als we het zo doen? Dus daarom is het een positief verhaal. Goed, die technologieën die aan het samensmelten zijn, die ken je uit de krant. Ik noem ze even op, want het zijn er heel veel, om het hele spectrum te duiden. Het is biotechnologie, nanotechnologie, neurotechnologie, sensortechnologie, robotica, domotica, huisautomatisering, fotonica, 3D-printing, 4D-printing, DNA-sequencering, deep learning, artificial intelligence, predictive intelligence, de blockchain, cryptocurrencies, open source, open data, big data, open hardware, de maker movement, de do-it-yourself-beweging en sociale zwermen, Facebook, Twitter en LinkedIn. Dus dit is allemaal aan de hand. En wat ik zo grappig vind, ik kom bij allemaal bedrijven en overheden zeggen, ja, maar wij doen al open data of wij hebben al een 3D-printer. Ja. Maar dat is dus niet interessant. Waar het mij om gaat is dat deze ontwikkelingen, die gaan allemaal sneller, die grijpen in elkaar over. De beste oplossing in het ene vakgebied komt uit het andere vakgebied. En het wordt allemaal kleiner, sneller, makkelijker, beter, goedkoper, toegankelijk voor de massa. 5 miljard mensen de komende 5 jaar hebben toegang tot al deze ideeën, technologieën, concepten en constructen. Die gaan daar dus dingen mee doen. Ook die 2 miljard mensen die nog helemaal niks hebben nu. Die denken, oh, dit is handig. En als je dan gaat kijken naar wat er aan signalen bestaat van crossovers tussen al die vakgebieden, dat is echt spectaculair. Dat zet alles wat we nu hebben, wat mij betreft, compleet op de kop. Een groot deel van ons systeem is namelijk gebaseerd op schaarste. In alles wat schaars is moet je tellen, controleren, bijhouden, in de gaten houden, handhaven, weet ik veel wat. De zuurstof hier, die houden we nu niet bij. Nou, er ging een piepje af. De zuurstof in deze ruimte houden we niet bij. Waarom? Er is waarschijnlijk wel genoeg. En waarom zou je het anders meten? Goed, in een wereld vol overvloed. Ja, er zijn nu 2 krachten die op ons systeem werken, op de economie. Zitten er economen in de zaal trouwens? 0? Oké. Okay. Even qua definitie, zullen we gewoon doen, de economie is de wetenschap die de uitwisseling van schaarse zaken en diensten bestudeert? Ja. Een soort van? Ja. Ja. Dus op dit moment zijn er 2 krachten door die netwerk- en informatiesamenleving die werken op ons systeem. En u moet weten, ons politieke systeem wordt gerund door economen en juristen vooral. Veel minder helaas de psychologen. Dus in de SER zijn de juristen en de economen de baas. Een econoom kan per definitie niet uit de voeten met 2 krachten die we nu hebben. De eerste is altruïsme. Altruïsme was voor een econoom nooit een issue. Mensen die elkaar zomaar helpen. Nou ja, leuk hoor voor ze. Ja, gezellig. Ik weet niet waarom je dat zou doen, maar economisch niet relevant. Maar nu wel. Wie gebruikt wel eens de Wikipedia? Ja. Een econoom gruwelt van de Wikipedia. Die kijkt naar de cijfers en denkt, dit is niet best. Geen houtkap meer, geen papierpulp, geen zagerijen, drukkerijen, binderijen, inkt, redacties, colportatie, financiering, logistiek. Dat is niet best. Alle getallen gaan naar beneden, want die Encyclopedia Britannica die is er niet meer. En nu zit iedereen gratis die Wikipedia te gebruiken. Dat is even niet zo handig. Vanuit economisch perspectief is dit bad news. Maar die paar lui die een Encyclopedia Britannica konden kopen, die keken hooguit 1 keer per jaar in die boek. Maar meestal als je iets wilde weten, was je niet op de plek waar die boeken stonden. Terwijl als je nu op straat loopt en je wil iets weten, dan pak je je telefoon. Dus de komende 5 jaar
hebben 5 miljard mensen toegang tot die enorme database met kennis. Gratis. Dus altruïsme is nu wel een kracht. Altruïsme is, Wikipedia is decentraal, technologisch gefaciliteerd altruïsme. Dit gaan we in veel meer vormen en gedaantes zien. Een deel is deeleconomie, een deel van de deeleconomie is platformeconomie en kapitalistisch. Maar even het concept dat we op een hele slimme manier dingen kunnen delen, dat is nog een kracht die erbij zit te werken. Maar nou even richting overvloed. Overvloed staat haaks op schaarste. Dus kan een econoom niet meer uit de voeten, want ja, dat is het omgekeerde. En op dit moment, als je goed kijkt, zie je de eerste signalen over die overvloed zie je al komen. Iemand in de bijstand in Nederland, en met het goedkoopste smartphone toestel wat ze kunnen krijgen, een toestel van 35 euro, de nieuwe Nokia, bezit het equivalent van 900.000 euro aan apparaten als je die 15 jaar geleden had moeten kopen. Dus in een smartphone van 35 euro zit 900.000 euro aan apparaten die bijna niemand van ons überhaupt kon veroorloven 10, 15 jaar. Er zit natuurlijk een mobiele telefoon in, maar ook een fototoestel, een filmcamera, videomengpaneel, Rudvoid, dat heet nu ja, Scrabble zeg maar, een dictafoon, een rekenmachine, een mp3-speler, een televisie, een hele encyclopedie, stripboeken, een waterpas, een kompas, een sterrenkaart, een navigatieset. Al die spullen, bedenk even dat die hier liggen. Daar had je tot voor een tijdje geleden, had je daar grondstoffen voor nodig eerst. Maar die moest je eerst vinden. Dus je moet je eerst opsporen in de bodem, dan moet je ruzie maken over de grond, dan moet je de boel financieren, verzekeren, juridische toestanden eromheen. Dan ga je dat graven met machines, die moet je ook nog weer maken en mensen opleiden om dat spul te bedienen. Dan haal je dat eruit, dan moet het in een vrachtwagen, die moet weer over een weg, die moet je ook dus aanleggen. Dan gaat hij naar een haven, dan heb je kranen nodig, containers, schepen, beveiliging voor de piraten bij Somalië. Dan heb je halffabrikaten, Foxconn toestanden, narigheid, cao's, wetgeving. Opleiding om die mensen te laten werken. Dan heb je halffabrikaat, eindfabrikaat. Dan moet je spul weer gaan verslepen de hele wereld rond. Ja, dan moet je reclame maken voor het spul. Dan heb je tv-reclame nodig, grote billboards langs de weg. Folders in je bus waar je niet op zit te wachten. Dan ga je naar de winkel, dan heb je ook weer lawaai in de winkelstraat. En dan kom je met een apparaat thuis in een doos vol verpakkingsmateriaal slecht voor het milieu. En als je het apparaat eruit had, is die verouderd. Nou, dat hele stuk van al die dingen gaan die paar miljard mensen die nu mee gaan doen, niet meer doen. En als je in een hutje in Soweto woont, heb je ook niet plek voor al die spullen. Dus dat hele minimalisme, en dat heb ik meegemaakt, want ik was alles kwijt op mijn 70ste. Dat heeft ook voordelen. Dus heel veel mensen denken, ja, al die ballast, al dat spul, hup, weg ermee, het is digitaal geworden. Dus alles wat digitaal kan worden, zal digitaal worden. En alles wat niet digitaal wordt, wordt kleiner, sneller, beter, mooier, nauwkeuriger, goedkoper, richting gratis. Dat is het patroon. Dus daarom heb ik wat weerstand tegen mensen als Piketty en Robert Gordon. Die doen wel de goede observatie. Hé, er klopt niks van. Dat klopt. Maar ik deel hun conclusie niet. Want stel dat jij miljardair bent. Dan kun je niet meer liedjes op Spotify luisteren en ik in de bijstand voor een tientje. Want toegang tot de hele catalogus is nou eenmaal toegang tot de hele catalogus. Dus voor meer geld koop je niet meer toegang tot muziek. Dat geldt ook voor de Wikipedia. Dus Jeremy Rifkin beschreef al in zijn boek The Age of Access dat we in een heel rap tempo naar een wereld van toegang aan het bewegen zijn. Als je door die lens kijkt naar een ontwikkeling als Uber, en ik zeg niet dat Uber een lief bedrijf is, maar wat die heel slim doen is zeggen van ja, je wil geen auto hebben, je wil toegang hebben tot iets wat je van A naar B brengt op een slimme manier. Ik kom veel in Kaapstad en daar is de bovenlaag van de bevolking de dure auto's al weg aan doen. Want Uber is daar zo goed qua dekking dat het sneller, beter en veiliger is om Uber te gebruiken. Ik vind autorijden wel leuk hoor, maar ja, je mag geen 180. Dat is al een dingetje. Dat is juist het leuke. Er rijden andere auto's, dat is levensgevaarlijk. Je mag ook niet drinken, ook weer jammer. Je mag ook niet appen, dat wordt steeds gevaarlijker. Het is hartstikke duur. Je krijgt ook nog boetes en zo dus. En parkeren is altijd gelazen. En meestal zit je er niet in. Dus heel veel jonge mensen zijn aan het ontdekken, ja, auto is eigenlijk helemaal geen goed idee. Dus de auto als statussymbool, die is aan impact aan het inboeten. Dus vroeger, het is niet meer heel cool om een dikke bak te rijden, zeg maar. Dat was in de jaren 80 anders, maar dat gaat nu anders. Dus die beweging, zeg maar, van bezit naar toegang, die zie je op veel meer plekken in ons systeem. Dat werkt allemaal in op ons economisch bestel. Als je dan doorrekent wat de implicaties zijn van die paar miljard mensen die nu mee gaan puzzelen, is dat we in een enorm moordend tempo elke dag dingen ontdekken die gisteren godsonmogelijk waren.
Dus terug weer naar die puzzelmetafoor. Wat Peter Diamandis in zijn boek Abundance beschrijft, is dat een gemiddelde Maasai-krijger op de savanne in Afrika, die lijkt met die rode jurk en die speren die de dag zo lopen te doen, die hebben op hun mobiele telefoon krachtige communicatietools dan president Reagan. Dat is niet zo lang geleden. En als ze ook nog Google hebben, zodat je kunt zien wat de koeien kosten een dorpje verderop, of wat voor weer het wordt, dat is handig, dan hebben ze krachtige informatietechnologie in handen dat Clinton had. Dus die kloof die wordt steeds kleiner qua technologie. Wat de verwachting is, is dat de kostprijs van zonnecellen door al die inzichten en ontwikkelingen zo hard naar beneden gaat en het rendement van zonnecellen zo hard naar boven aan het gaan is, dat ze het omslagpunt rond 2035 verwachten. Dus waarschijnlijk rond 2035 en waarschijnlijk eerder dan later, wordt wereldwijd elektriciteit gratis. Omdat het zo goedkoop is om zonnecellen te maken, het rendement zo hoog is en het spul zo lang meegaat, dat effectief gezien elektriciteit ongeveer gratis wordt. Dat is niet de oplossing van het energievraagstuk. Want 4/5 van energie is warmte, koeling en weglekking. Maar als je 1/5 weet te tackelen, heb je groter te pakken. Op dat moment kun je beginnen met de volgende puzzel. Dit is dus open source, decentraal, niet opkoopbaar door clubs als Shell en zo. Weten ze daar ook al. Dan kun je de volgende gaan tackelen. Op dat moment kun je ontziltingsmachines waarmee je brak of zout water omzet in zoetwater gratis laten draaien. Dus dat is het begin van de drinkwaterpuzzel. En als je die getackeld hebt, tackle je eigenlijk het hygiënevraagstuk. Het gezondheidsvraagstuk voor een groot deel van de planeet. Daarmee het irrigatievraagstuk en daarmee de woestijn wegtoveren. Het vegetatievraagstuk, nutriëringsvraagstuk en daarmee het voedselvraagstuk. Dus de komende 20, 30 jaar in een rap tempo, ik zie niet wie dat ooit zou kunnen tegenhouden, zijn deze dingen onder je neus aan de hand. En er zijn genoeg plekken waar je bewijslast hiervan vindt. Als die spullen gratis worden, ja, dan gaat de wereld er in een rap tempo anders uitzien. Maar die impact van al die technologie die toegankelijk is voor meer mensen zorgt er dus ook voor dat dingen waar nu nog hele organisaties voor bestaan gewoon niet meer nodig zijn. Dus de telefoon die je in je broekzak hebt zitten, die is misschien nu wel een miljoen keer zo krachtig als de Commodore 64 waar je ooit mee begon. En de verwachting is dat computers over een jaar of 10 een miljoen keer zoveel rekenkracht hebben dan nu. Een miljoen, daar kunnen we helemaal niks bij voorstellen. Dat is op dat moment gratis in handen, of bijna gratis in handen, van ongeveer 5 miljard mensen op aarde. En die rekenkracht kunnen gebruiken om dingen te tackelen waar we nu niet eens bij stilstaan. En die gaan dus meepuzzelen. Dat is onder andere einde oefening voor accountancybureaus. Want ja, dat is gewoon, sorry voor de accountants, maar ja, die zeg maar optellen, aftrekken, uitrekenen. Ja, dat gaat dan allemaal real-time. Dus je hebt daar geen accountants meer voor nodig. Dat kun je gewoon programmeren. Dus ik zie geen toekomst voor banken, verzekeraars, farmaceutische bedrijven, energiegiganten, accountancyfirms, advocatenkantoren die bezig zijn met ondernemingsrechten en nog een heel zwikkie meer. Dat is niet per se erg. Maar ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, maar de onderkant van de samenleving dan? Ik denk, nou, volgens mij krijgt de bovenkant krijgt het veel zwaarder. Die zijn nog niet gewend om met minder toe te kunnen. Maar een groot deel van het milieuproblematiek, CO2-uitstoot, wordt veroorzaakt door vleesproductie en vleesconsumptie. Echt een heel groot deel. Nou, op zich Allah, los van de morele dilemma's rondom het eten van vlees. Maar zoals u weet hebben ook de Chinezen internet tegenwoordig. En die zijn in één ding verschrikkelijk goed. Chinezen zijn heel goed in dingen kopiëren. Dus eerst hebben ze onze ideeën gekopieerd, maar nu zijn ze onze vleesconsumptie aan het kopiëren. Oh, dat willen we ook. Nou, dat gaat natuurlijk niet. Als de Chinezen ook vlees willen eten, dan gaat het mis. En Einstein zei ooit, je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde manier van nadenken als waarmee je het probleem gemaakt hebt. Nou, wat nou als je door de lens van technologie naar zo'n vraagstuk kijkt? En dan kom je bij mensen uit als Mark Post. Mark is hoogleraar in Maastricht en heeft een paar jaar geleden biologisch stamcelmateriaal uit een verdoofde koe, dus was niet erg, gehaald en heeft hij in een laboratorium opgekweekt tot hij genoeg celmateriaal had. Dit is geen Frankenstein eten, dit is gewoon of die cellen nou in die koe groeien of buiten die koe, de cellen zijn hetzelfde. Hij had zoveel cellen dat je er een hamburger van kon maken. Die hamburger was qua mondgevoel, qua smaak, maar ook qua nutriëring identiek aan een gewone hamburger. Heeft hij laten klaarmaken door topkoks. Was wel een beetje een dure hamburger. Dat zat 3 jaar geleden op 2 ton euro's. Ja, moet je toch een Russische oligarch zijn om dat te kunnen betalen. Maar we zijn 3 jaar verder. Hij zit nu op $20. Want dit is wat er gebeurt als we op zo'n grote schaal rekenkracht, testlaboratoria allemaal goedkoper worden in handen van de massa. Dus of het nou 8 jaar duurt of 14 jaar voordat kweekvlees op 10 cent zit per stuk, dat gaan we meemaken. Ja, zo zijn er in allerlei dimensies van de planeet zijn er dingen aan de hand die onvoorstelbaar zijn, maar die toch gebeuren.
Misschien kennen jullie het verhaal van Jack Andraka. Jack was 13 en toen overleed er iemand in de familie aan alvleesklierkanker. En als je alvleesklierkanker krijgt, dan heb je een serieus probleem, dan ga je waarschijnlijk dood. De kans dat je dat overleeft is 2%. Hans Breukhoven van Free Record Shop en Steve Jobs zijn eraan overleden. Die alvleesklier die zit nogal diep, daar kun je niet zo goed bij. Dus diagnose is meestal is duur en complex en meestal te laat. En dan, oh, probleem. Jack die was ontroostbaar, die dacht, ja, hallo, ze zijn allemaal dingen aan het oplossen, waarom hebben ze dit nog niet getackled? Nou, als je 13 bent en je bent gay en je bent niet uit de kast in de verkeerde staat van Amerika en je bent nerd, wat doe je dan? Dan ga je boos achter je laptop zitten 2 jaar lang in je kamertje en dan kom je niet meer achter weg. Jack die kwam achter het bestaan van biomarkers via Wikipedia en Google. Hij ontdekte wat nanobuisjes waren. En 2 jaar later had hij een methode bedacht die 196 keer sneller, 400 keer nauwkeuriger en 26.000 keer goedkoper was dan alle bestaande diagnosemethodes. Hallo, dus een jochie, een puber zonder ervaring, kennis, geld, netwerk, denkt nou, waarom niet? Because we can. Want wij kijken altijd naar de wetenschap en de instituties en waar wordt niet opgelost. Maar dat wil niet zeggen dat een amateur het niet ook kan. Nou, zijn methode die komt er over een paar jaar, is toegankelijk, is helemaal getest. Maar waarschijnlijk gaat de overlevingskans van alvleesklierkanker naar 98%. Nou, dat jochie die krijgt, sowieso krijgt die Nobelprijs. Geld maakt hem niet zo heel veel uit, want dit is niet iemand die rijk wil worden. Die denkt, hij is 15, hij denkt, yo, als dit kan, dan kan er meer. Wat zou ik nou eens gaan tackelen? En dit is geen geïsoleerd geval. Als hij dit kan zonder opleiding, kennis, ervaring en geld, wat kunnen dan jullie met jullie ervaring, kennis, geld, netwerk, levenslessen, als je denkt, oh, laat ik eens een probleem gaan tackelen. En dan gaat het niet over jullie, maar ja, op een paar miljard mensen heb je er maar een handjevol nodig die samenwerken en moet je kijken hoe hard het dan gaat. Dus dit is een nieuwe soort wetmatigheid waar een farmaceutisch bedrijf echt helemaal niks aan doet. Dus er zijn heel veel lui, die komen er nu bij, die houden zich niet aan de spelregels. En die ondernemen niet vanwege geld, maar omdat ze het leuk vinden. Ik noem ze funtrepreneurs. Die denken, oh leuk, dit kan ook. Nou, waarom niet? Dat gaat een keer mis hè, op dit systeem. Dus dit systeem is, ja, ik denk langzaam ten einde. En we moeten toch naar een soort fusie tussen het kapitalisme aan de ene kant en het marxisme aan de andere kant. Alleen dan, ja, marktmarxisme noemt Justine Marseille. Dus we moeten opkomen voor de onderkant. En ja, op zich moeten we toch iets van een vrije markt hebben, maar die uitwassen die moeten weg. En dit hele krachtenveld, ja, de politiek, ja, die hoor je hier niet over. Die zijn hier niet mee bezig op de een of andere manier. Ik kom op al die plekken, maar ja, die kijk je dan aan van ja, het zal wel. Maar die bewijslast, ja, die dendert het gewoon door. Dus ja. Nou, ik kan hier dus 6 uur over praten zonder dat jullie in slaap vallen. Dat wil ik ook nog wel een keer doen, hè. Een keer een 6 uur editie. Gewoon een soort zomergasten XL. Voor de mensen die dit langdurig aan kunnen. Ja, leuk. Het is wel een beetje... Oh ja, ik had nog 2 andere boeken beloofd. Maar daar heb ik nog, ik denk, 8,5 minuut voor. Veel van deze inzichten heb ik geleerd van Pieter Diamandis van het boek Abundance. En een deel was ik zelf ook al tegengekomen. Toen kwam er een boek uit van Robert Gordon. En die zei, The Rise and Fall of American Growth. Maar dat geldt ook voor Nederland. Er is een soort heilig paradigma heel lang geweest. We moeten economische groei hebben, want dan komt alles goed. En er, ja, oneindige groei. Ja, dat gaat natuurlijk niet als je inteert op de planeet. We worden aangevallen door een lamp. Dat is ook interessant. Oh, dat is een staartje van de storm. Ja, oké. Okay. Maar goed, die man die schreef een boek en die zei, dat was een heel opmerkelijk bericht. Robert Gordon zei in zijn boek, ja, weet je, al die innovatie van de laatste tijd, Uber en Airbnb, wat een flauwekul en wat een onzin. Dat is überhaupt wel grappig. En toen zei hij iets heel grappigs. Hij zei, de laatste grote innovatie die ik terug kon vinden in de boeken, qua impact op de economie, is eigenlijk de introductie geweest van de wasmachine in de jaren 50. Dus toen we in de jaren 50 over zijn gestapt van de wastoppen naar de wasmachine, nou, dat was de laatste grote piek, zeg maar, in de economische ontwikkeling. En toen dacht ik, goh, wat zegt hij nou? Ja, zegt hij, toen gingen vrouwen werken. Toen we die wastoppen kregen, gingen vervangen door de wasmachine. Welke vrouwen in de jaren 50 waren drugs met de was? Waarschijnlijk vrouwen met een man en kinderen, anders had je niet zoveel was. Oké, de meeste van die mannen die hadden gewoon werk in die tijd. Dus wat gebeurt er? Al die vrouwen hebben tijd over. En die zijn geëmancipeerd een beetje. Die denken, nou, ik ga mezelf nuttig maken en ik ga een baantje zoeken. En die gingen aan het werk. Fantastisch. Die wilden weer wel slechter betaalde mannen. Dat hebben we nog steeds niet getackled, sorry daarvoor, namens de mannen. Maar dat was nou eenmaal zo. Maar toen gebeurde er wat wonderlijks. Die vrouwen die gingen geld verdienen, maar dat hadden ze eigenlijk helemaal niet nodig.
Dus die gingen, want ze hadden al geld. Dus die gingen eerst schoenen kopen, nou, dat snap ik. En daarna is consumentisme begonnen. Als je terugkijkt, ja, dus, daar is het begonnen. Er zijn allemaal dingen gaan kopen die we eigenlijk niet nodig hadden. Nou, dat is nog net op tijd goed gekomen. Neem maar even vinkenbaren. De grap is, Gordon maakt wel de goede observatie. Maar ik deel zijn conclusie niet. En die conclusie die heeft Piketty ook. Want ze denken nog steeds klassieke economen vanuit bezit en geld en assets, zoals het mooi heet. Maar in de netwerkeconomie gelden andere spelregels. Heel lang was het logische riedeltje, je moet innoveren. Want dan krijg je financiële groei. En dan krijg je economische groei en dan komt alles goed. Dat was een soort ideologie, zeg maar, van ons systeem. En dat klopt ook wel behoorlijk. Daarom wilde Balkenende ook een innovatieplatform destijds. Want meestal gingen innovaties gepaard met wat wij noemen hogere kassa-aanslagen. Dus meer geld in het hele systeem en alle cijfers omhoog en alle economen gelukkig. Want een wasmachine is nou helemaal veel duurder en complexer dan een wastobbe. Dus je hebt meer onderdelen, meer logistiek, meer distributie, meer assemblage, meer geld. Nou, dat hadden we ook, dus dat konden we kopen. En als iedereen die overstap ging maken van een wastobbe naar een wasmachine, nog veel meer geld, nog meer geld in het systeem, cijfers omhoog. Dat geldt ook voor de stap van de radio naar de televisie. Van de fiets naar de auto. Van de typemachine naar de computer. Van de landkaart naar het TomTom-kastje. Dus al die innovaties gingen gepaard met hogere kassa-aanslagen, meer geld in het systeem, cijfers omhoog. Maar sinds een jaar of 7, 8 in die netwerk- en platformeconomie, gekoppeld aan digitalisering, denk ik dat precies het omgekeerde aan de hand is. Dus ik durf hier wel eens te gaan zeggen, het is leuk dat het wordt opgenomen, het zou wel eens kunnen dat we nooit meer economische groei krijgen, maar dat het helemaal niet erg is. Want de meeste cijfers die we afgelopen 10 jaar tegenkwamen over de economie, dat waren cijfers van 1,3 erbij. Oh nee, 0,5 naar beneden. Oh, er gebeurt weer wat. We ons verrekend. Een beetje in de marge. Wat is er aan de hand? Op dit moment leidt innovatie tot financiële krimp. En economische groei als je ophoudt met meten in cijfers. E-mail is sneller, beter en goedkoper dan een postzegel. Daarom gebruiken we dat. Wikipedia is sneller, beter en goedkoper dan Encyclopedia Britannica. JPEG is sneller, beter en goedkoper dan een fotoafdruk. Google Maps, gratis, is sneller, beter en goedkoper, want gratis, dan je autonavigatiesysteem, wat eigenlijk altijd verouderd is, of je TomTom-kastje. WhatsApp is sneller, beter en goedkoper dan SMS. Daarom gebruiken we het massaal. Dus de meeste innovaties van dit moment gaan gepaard met lagere kassa-aanslagen. Maar de grap is, ja, de cijfers in de economische zin, als je vanuit schaarste rekent, die gaan naar beneden. Maar we hebben nog nooit zoveel toegang gehad tot zoveel spullen als nu. Dat is interessant. Dus economisch klopt het niet, maar qua welzijn en welvaart, volgens mij gaat het prima. Ik durf hier wel de stelling aan dat er een aantal mensen in de bijstand op dit moment beter af zijn... dan een groot aantal mensen die last heeft van werkstress op hun werk en een baas die niet leuk is. En dan moeten ze met Microsoft-producten werken en nou ja, allemaal, ja. Dat is helemaal niet handig. Dus dat is wel interessant. Dus dat is een interessant spanningsveld. Dus dat was Rise and Fall of American Growth. Ik heb nog 2,5 minuten. Moses Naim, The End of Power. Dat is een mooi boek. Dat heet met als ondertitel Why Being in Charge Isn't What It Used to Be. Als je er dieper over nadenkt, al deze dingen die ik net verteld heb, leiden tot een verschuiving van macht en van machten. Nou, ik ben een leerling van professor Mulder, die was 40 jaar de autoriteit op het gebied van macht in Europa. En die heeft in zijn literatuur 3 vormen van macht beschreven. Voorbeeldmacht, Michael Jackson, Bill Cosby, werkt tegenwoordig niet meer. Expertmacht, ik ben de expert, dus jij moet je mond houden. Oh, nou, als jij niet lief doet, dan organiseren wij onze kennis om jou heen. Weten wij in no time met z'n allen meer dan jij. Hup, weg, expertmacht. En positiemacht, ik ben de baas, dus jij doet wat ik zeg. Nou, moet je bij een millennial proberen, die rent zo weer weg. Dus die positiemacht die is ook aan erosie onderhevig door al die krachten die hierop spelen. Trump, hè, die dacht ook, yo, leader of the free world, nou ben ik de baas. Nou, dat viel vies tegen. En ik denk ook echt eigenlijk, voor mensen die daar bang voor zijn, ik denk als Trump dronken of boos een soldaat opbelt met fire that nuclear missile, dat die man dan denkt, gast, dat hij gewoon weer ophangt. Ik kan me niet voorstellen dat een soldaat denkt, dat ga ik echt niet doen. Dus even, de dynamiek van macht is aan het veranderen. Een nieuwe vorm van macht is netwerkmacht. En als je die misbruikt, dan komt dat sneller dan ooit aan het licht. Dus netwerkmacht is veel meer fluïde en veel meer dynamisch. En veel minder corrumpeerbaar. We zitten in een verschuiving van machten. En nog iets over Homo Deus.
Een van de dingen die ik meenam uit dat boek was dat wij als menselijke soort zijn veel beter dan andere soorten, zoals bijvoorbeeld chimpansees, in staat om flexibel samen te werken met onbekenden. Samenwerken kunnen chimpansees ook, maar niet met onbekenden, die veten elkaar op. En flexibel is ook weer een dingetje. Dus dit onderscheidt ons van andere soorten. Maar als je daar diep over nadenkt, dan gaat het over de Nederlanders. Wij zijn nog veel beter dan alle andere landen in flexibel samenwerken met onbekenden. Dat doen we echt al 400 jaar. Want ja, we hadden dat water dat we tegen moesten houden. Dus nou, daar weten ze hier ook een hoop van. Dus, nou, zeven dingetjes. Volgens mij zijn we toen in de pauze. Ja. Zal ik jou het woord teruggeven? Ja. Heel goed, dankjewel. Onze eigen filosoof van de technologie. Applaus. Ja. Boekjes. Boekjes vind je ook bij de hal, bij de tafel. De drankjes zijn gratis, dus noem je even lekker genieten voor de pauze. Na de pauze kun je al je vragen afvuren op Martijn. Dankjewel. Nou, wie mag ik als eerste het woord geven? Wie heeft een vraag, een prangende vraag? Help me. Ja. Martijn, 4 jaar geleden heb ik het eerst gezien en toen hanteer je nog model waardering achteraf. Waarom bepaling achteraf? Waarom heb je dat laten vallen? Dat heb ik niet laten vallen. We kunnen nog steeds na afloop doneren. Dat mag, ja, ik ben nog steeds dol op geld, dus nee. Nee, dit is leuk, nee, dit behoeft even uitleggen, want dat weten heel veel mensen niet. Nee, ik ben ooit. Ik heb ooit een lezing gegeven. Ik was net onderuit gegaan voor een paar ton. En toen moest ik ergens een lezing geven. Toen zou ik 3500 gulden krijgen voor 2 lezingen. Maar dat had ik nog nooit gedaan. Dus ik weer naar de bibliotheek. Ja, daar is die weer. Alle boeken opgehaald over spreken voor groepen en zo. Het helemaal voorbereid. Ik ernaartoe. Sta ik on stage. Ik kom daar aan. En ik merk dat ik de eerste ben die op moet. Ik ben ook de jongste. En ik ben ook de enige die er geld voor krijgt. En ik heb 700 man voor mijn neus. Dus ik werd even later buiten wakker. Ik was flauwgevallen. Voor een volle zaal. Het is heel raar. Je bent ergens, even later ben je ergens anders ertussen. Geen idee. En toen dacht ik, je werd wakker. Toen dacht ik, hoe kom ik nou aan mijn centen? Dus toen dacht ik, nou, moet ik vanmiddag nog maar eens proberen. En toen dacht ik, hoe groot is nou de kans dat me dit nog een keer lukt? Dat ik flauwval. Nou, dat leek me statistisch niet zo groot. En toen heb ik mijn papiertje met aantekeningen symbolisch verscheurd. Toen ben ik eerst maar eens gaan vertellen wat 's ochtends was gebeurd. Toen moest iedereen lachen. Toen dacht ik, oké, dit gaat goed. En daarna heb ik 3 uur gesproken zonder voorbereiding. Ik ben gewoon lekker bezig geweest, vonden ze het leuk. Toen dacht ik, oké, dit moet ik maar eens gaan oefenen. Dus ik heb mezelf 2 jaar lang in een ruimte opgesloten. 1 keer per maand in Westdorp, dat is een ander dorpje naast Borgen. En toen heb ik tegen iedereen die ik zei gezegd, nou, ik ga praten over alles wat ik weet en leuk vind. Toen heb ik mezelf verteld om 4 uur te praten zonder PowerPoint. Zonder voorbereiding. En toen dacht ik na 2 jaar, nou kan ik het. Dan kan ik ook wel een half uur. En toen ben ik begonnen. En dan hoef ik alleen maar, ja, ik ben nooit meer flauw gevallen. Of toen moet je nog kotsen van tevoren, maar dat hoort er dan bij. Ja, hartstikke eng. Nee, maar ga erboven. Ga even voor een groep spreken. Dat is een van de ergste dingen die iemand kan aandoen. Maar dat klopt. Want als je dat 10.000 jaar geleden, als je in je eentje onbeschermd, zonder wapens, tegenover een groep mensen met misschien een andere mening stond. Ja, die lui die zijn er niet meer. Dat liep slecht af. Mijn ervaring is. Goed, terug naar mijn businessmodel. Toen dacht ik, hoe moet je nou in godsnaam van tevoren weten wat je waard bent bij een lezing? Weet je wat? Ik weet maar één manier. Ik begin gewoon te praten en dan kijken we of ik iets krijg. Toen dacht ik, als ik de beste spreker ben op een congres, krijg ik heus niet het minst. Dus dat heet de waardebepaling achteraf. Dat heb ik als model geïntroduceerd. Van, nou, je kunt mij niet inhuren voor geld. Dat doe ik eigenlijk nog steeds. Alleen dat heb ik zo vaak gedaan nu. Dat wilde ik daar nou in het buitenland nog wat meer mee gaan doen. Moest ik even een jaar lang, dus van 1 juli tot 1 juli, wel geld vragen voor lezingen. De praktijk is dat ik nog steeds heel veel gratis doe. Omdat ik dacht, wat zou er gebeuren als ik wel geld vraag? Want ik had geen vergelijkingsmateriaal, maar dat had ik namelijk nooit echt gedaan. Dus wat mij betreft doe ik nog steeds waardebepaling achteraf. Alleen heb ik tussendoor even een experiment om te kijken wat er gebeurt. In de praktijk ben ik net zo druk, ik verdien niet heel veel meer. Ik kom nu op sommige plekken wel en soms ontdekken mensen boos worden omdat ik geld vraag. En dan denk ik, oh, je wil voor een dubbeltje op de eerste rang en niks terug doen. Dat idee, zeg maar. Ja? Oké, okay. Nou, ook weer opgelost. Zie, gaat heel goed. Vraag stellen.
U woont in een streek die bekend staat om burenhulp. Ik woonde, ik woon inmiddels in Haarlem. Oké. Maar daar hebben we ook leuke buren. Maar hier in het westen, daar ben ik naarmate ik ouder word duidelijk afhankelijk van zorg. Ja. En denkt u dat dat door robots kan opgevangen worden? Dat is een redelijk complex stuk. Want een deel van die zorgbehoefte gaat over uw eventuele medicijngebruik en aandoeningen, uw voedingspatroon, sociale interactie met anderen. Heeft u een smartphone of een iPad toevallig? Ik heb wel een iPad, maar... Mijn moeder is in de 70, ik weet niet hoe oud u bent, u ziet ook nog jong uit. Maar mijn moeder is 70 en mijn vader is overleden. En sinds ze Wordfeud speelt, is ze over de hele wereld met nichten en achternichten aan het communiceren. Dus mijn moeder voelt zich minder eenzaam door die technologie. Ze kan ook makkelijker om hulp vragen. Dus mijn voorspelling is dat we een heel veel dingen die nu nog duur en complex zijn, over geneeskunde en dat soort zaken, dat die binnen nu en 10 jaar wel getackeld zijn. Dat lijkt wel het patroon. En ik denk dat we echt, op dit moment gaat er 86 miljard van onze begroting naar zorg. Nou, dat gaat mis, dat kun je niet oplossen daar. Maar ik denk dat ik spreek ziekenhuisdirecteuren en die zeggen wij durven niet meer te bouwen voor over 10 jaar, want we zijn bang dat een deel van het ziekenhuis staat gewoon leeg. Dus het is niet zo dat robots alles gaan overnemen, maar om het even in perspectief te zetten, als u een longoperatie moet ondergaan en u kunt kiezen uit een chirurg die 2000 operaties op zijn naam heeft staan, en de meeste gingen goed dan, of een robot die van 2 miljoen operaties alle gegevens heeft en nog nauwkeuriger alle afwijkingen kan bekijken. En die heeft minder last van bibberende handen, want die kan alles precies doen. Dus ja, ik durf niet te zeggen dat robots een deel van die zorg niet gaan overnemen. Maar wellicht is een stukje zorg waar u het over heeft, is aandacht. Dus uiteindelijk een deel van je welbevinden komt uit sociale interactie. Maar voor mij moeten we de woonvormen gaan veranderen. Dus je ziet nu al dat veel jonge studenten die geen geld hebben voor een kamer, die kunnen in een zorgcomplex terecht. In ruil voor 2-3 uur koken en spelletjes doen met mensen die wat ouder zijn. Dus we gaan andere vormen verzinnen. Dus ik zie dat als een puzzel die we nog gaan oplossen. En ik ben er hoopvol over, als ik naar alle informatie kijk. Maar het is niet zo dat er een robot naar uw bed komt en dan uw tandenborstel in uw mond houdt of zo. Dus dat zal wel meevallen. Antwoord op uw vraag? Ter aanvulling, mevrouw, op uw vraag over robots. De volgende update gaat over robotica. Dus de impact van robots op onze maatschappij. Na de zomer houdt u het in de gaten. Iedereen ook welkom. Ja, ik zag trouwens een robot onderweg hier naartoe. Dat was heel grappig. Toen zag ik twee mannetjes, zoals we ze kennen, van die straatwerkers. Maar die zaten op een vrachtautootje en die legden gewoon zo'n heel blok steen woop, in één keer. En ik vraag me af of die twee mannen zich realiseren dat als de sensoren en de computer rekenkracht groter worden van die autootjes, dat dan die stenen zelf wel weten waar ze naartoe moeten, zeg maar. Dan heb je die mannetjes niet meer nodig. Oké, een hele goede voor de volgende keer. Ja. Oké, meneer. Je had het over altruïsme en dat mensen op een gegeven moment het makkelijk wordt om kennis te gaan delen en dat ook steeds goedkoper wordt natuurlijk. Maar ik denk dan toch altijd, misschien economisch gedacht, maar aan het eind van de dag willen mensen er toch wel geld voor hebben, denk ik. Hoe kijk je dan bijvoorbeeld aan als, denk je dan echt dat als partijen bijvoorbeeld Airbnb is ook begonnen als altruïstisch, van we gaan daarnaast geen huis delen. Nee, er is helemaal niks altruïstisch dan Airbnb, maar die weten wel slim vraag-aanbodfrictie beter op te lossen. Ja. En hebben bedacht, je hoeft niet per se een saai hotel te hebben, je kunt ook in iemands huiskamer wonen, dat is veel leuker. Ja. Dus in de praktijk willen mensen dat graag, alleen het systeem erachter is misschien wat te kapitalistisch. Maar ja, zij hebben bewezen dat het kan. Dus je kunt erop wachten dat er wat lievere versies van Airbnb spin-offs gaan komen waar minder economische macht achter zit. Want het spelletje is niet zo moeilijk. Maar denk je dat het kan? Dat het echt, bedoel, op een gegeven moment is het niet rendabel natuurlijk. En ook voor Airbnb niet, maar voor de lui die mensen in hun eigen huis willen laten wonen, als ze aardig genoeg vinden, wel. Ja. Nee, maar oké, een ander idee is natuurlijk wel dat je bijvoorbeeld ook kennis delen, maar natuurlijk steeds makkelijker dan zijn. Maar er zijn natuurlijk mensen die ook geld voor een hele idee. Ja, dat kan. Ik heb hier heel veel gesprekken over met collega-auteurs. Die zeggen dan, ik ga daar een beetje mijn boek gratis weggeven. Zeg, ik wil er geld voor hebben. Hey, succes. Ga je lekker geld verdienen, jongen. En volgens kun je mijn boek gratis downloaden. Ik weet één ding zeker, dat mijn boek meer verspreid wordt en gelezen wordt dan iemand die per se zegt, eerst geld. Dat werkt ook. Maar het duurt langer. Als je al 3 jaar lang onderzoek hebt gedaan en je hebt bepaalde patenten aangevraagd, dan kan je je voorstellen dat er
Economisch klopt dat, maar het is niet zo slim. Nou ja, het is wel te begrijpen. Dat, Nee, het is hartstikke begrijpelijk, alleen een beetje dom. Ik snap die paradigma's wel, maar netto kom je er niet mee vooruit. Want als je bij mij iets kan krijgen wat vergelijkbaar is, wat gratis is, waarom zou je dan iets duurs gaan kopen? Maar je hebt niet zo'n, net ook van mijn in de ski, je hebt niet zo'n medicijnlaboratorium gewoon staan, denk ik. Wacht even, dat is leuk. Oké, die farmaceuten die blazen de boel big time, durf ik op camera te zeggen. Binnenkort sta ik op het Nationale Geneeskundecongres. Dan ga ik hetzelfde verhaal vertellen. Die zitten allemaal onzin uit de kramen over dat medicijnonderzoek heel duur is. Nou, DNA-sequenceren was 10 jaar geleden $1 miljard. Nu koop je voor $1000 je eigen DNA-sequencer. Zo goedkoop is dat geworden. Dus het is een bullshit verhaal van de farmacie dat onderzoek per se duur is. Alleen als je dat binnen hun economische paradigma's en terugverdienmodellen pakt en dat patent gelazen, dan heb je gelijk. Maar ja, dan moeten we gaan opruimen. Die ongeheimen, dat is echt geen goed idee, die farmacie. Jij denkt dat op een gegeven moment... Ik zie geen andere weg. Ik zie geen enkele toekomst voor de farmacie. Nee, maar je denkt dat op een gegeven moment dat medicijnen zo... Medicijnen? Nee, medicijnen zijn misdadig. Want de pest is, medicijnonderzoek, daar is echt heel veel op af te dingen. Stop twee medicijnen. Als jij een longaandoening krijgt en een hartaandoening, je hebt twee verschillende medicijnen, dan ga je al voor gaas. Want die medicijnen die interfereren met elkaar en dat kunnen ze niet onderzoeken. Dus iedereen die meer dan één medicijn slikt, is al überhaupt al in de problemen. Ik weet dat van dichtbij mijn vader is aan overleden. En we gaan nu eindelijk bewijslast vergaren dat een deel van de medicijnen kun je beter vervangen door betere voeding. Moet je net even weten wat voor voeding welke nutriënten heeft. Maar die puzzel, die gaan we de komende 10 jaar wel oplossen. Ja. Apple heeft 800 miljoen gebruikers. En Apple heeft Research Kit, Care Kit en Health Kit gelanceerd de afgelopen 3 jaar. Op de eerste dag dat ze Research Kit, een open source onderzoeksprogramma naar health, aankondigden, hadden ze binnen 1 dag meer participanten in een borstkankeronderzoek dan alle kankerklinieken in Amerika een heel jaar bij elkaar opgeteld. Dus we gaan naar een democratisering van dat grootschalige onderzoek. Apple is extreem fris als het gaat om op een goede manier omgaan met privacy en met data. Want die verdienen geld aan spullen, niet aan diensten. Facebook en Google die verdienen geld aan jouw data. Apple nadrukkelijk niet. Die hebben geen enkele track record in dat domein en ik zit hier bovenop. Dus als je tegenbewijs hebt, hoor ik het graag. Die zin een beetje dom, die kan ik ergens anders ook hebben tegen. Jij hebt ook een vraag. Ja, ik wil iets aan. Je gaf aan dat er auteurs zijn die wel geld vragen voor hun boeken. Ja. Dat jij dat natuurlijk niet doet. Maar jij of die model is weer meer die seminar, de lezingen. Waar ik ook geen geld voor vraag. Nee, maar ik krijg wel. Ja, ik krijg er wel geld voor. Ja, maar de grap is, als ik geen kwaliteit lever, dan bellen ze niet meer. Dus het enige waar ik mee bezig ben, en daar moet iedereen mee bezig zijn, als je niet bezig bent met elke dag uitvogelen hoe je maximaal van waarde voor iemand anders kan zijn, dan ben je niet meer van waarde. En er zijn genoeg auteurs, ik heb een boek geschreven, nou is het klaar. Ik wacht of het tot geld komt. Ja, hallo. Dan doe je het om de verkeerde reden. En volgens mij wil je als auteur liever gelezen worden dan verkocht worden. Anders moet je geen boek gaan schrijven. Vind ik. Oké, ik heb daar straks nog een vraag en daar is het. Eerst Chantal, ja? Waar ik benieuwd naar ben is, ik luister jou zo'n uur, je bent gedachtegoed en toch een beetje een ander concept van hoe de wereld in elkaar zit. En ik maakte me een hele grote zorgen over het onderwerp zoals dat op dit moment. Nou, je bent niet de enige. Het is niet alleen een waarde nadenken van jouw verhaal, dat heb ik al langer niet zorg, maar ik ben zeker benieuwd hoe jij daar jouw visie op geeft, heel kort. Ja, dat kan heel kort. Iets langere versie is dat we op dit moment heel hard bezig zijn met Annette Dulle om een boek te schrijven, dat heet Nooit af en het onderwijs. Daarna komt Nooit af in de zorg, duurzaamheid, privacy, openbaar bestuur, arbeidsmarkt en dat moet even, maar even onderwijs. Dat is een van de hoofdstukken in ons boek, onvermijdelijke onderwijsrevolutie. Ik ben zoon van een aardrijkskunde geschiedenisleraar, dus ik heb veel met onderwijs. Ik heb ook alle schooldiploma's, huisartsschool, MAVO, HAVO, VWO, dus ik ken het systeem zeg maar. Ik kom heel veel onderwijsvernieuwers tegen, helemaal voerend op het systeem. Ik denk, dag, je bent waar je nu bent dankzij en ondanks dat onderwijssysteem. Dus al die lui zeggen, ik heb zo'n last gehad van school. Ja, daardoor ben je aan het doen wat je nu aan het doen bent. Dus even dankzij en ondanks. De werkelijkheid is wel, met al die beweging die we nu hebben, zijn we nu mensen aan het opleiden voor banen die over 10 jaar gewoon weg zijn. Hele sectoren zijn weg. En over 3 jaar komen er pas nieuwe banen bij die we nu nog niet eens kunnen bedenken omdat de technologie daar nog niet is. Dus dat spanningsveld is ingewikkeld. Dan is het zo, leuke test, wie van jullie is ZZP'er?
Wie van die mensen is ooit gevraagd om een diploma toen je een klus aannam? Oké, dus nu noemen we vanaf nu zelfstandig zonder papiertje. Er zijn in Nederland 1,3 miljoen ZZP'ers. En de meeste van die mensen wordt zelden gevraagd om een diploma. Ik zeg niet dat die geen opleiding hebben gehad of dat het niet nodig was. Ik heb het alleen maar over de output, dat diploma. Dus dat diploma zegt niet zo heel veel meer. Want waarom zou ik nog 4 jaar lang een dure studieschuld aangaan om een papiertje te krijgen wat me niet per se meer toegang biedt tot een vaste baan? Oh, die zijn er niet meer. Want vaste banen bestaan helemaal niet. Zodra iemand naar je toe komt en zegt, je bent boventallig, was blijkbaar geen vaste baan. Nou, zelfs bij Shell zijn ze daar nu achter. Dus vaste banen bestaan niet. Dat is een tijdelijke bubbel geweest waar we 40 jaar in gezeten hebben. Dat is wel klaar. Dus die diploma's, het financieringsmodel van het onderwijssysteem, output van diploma's. En ja, hoe meer diploma's je aflevert, hoe meer geld. Dat gaat mank. Maar als je dieper over nadenkt, is eigenlijk de belangrijkste functie van het basisonderwijs, is eigenlijk kinderopvang, als je eerlijk over bent. Even, als je morgen de scholen dicht gaat, de hele samenleving stort in elkaar. Want al die ouders die een dubbele baan hebben om die tophypotheek te kunnen betalen, die hebben dan een probleem. Die moeten thuis blijven en worden ze ontslagen. Dus dat gaat helemaal mis. Dus kinderopvang is een van de 5 functies van school. Tweede functie, socialisatie. Ik heb een dochtertje van 3 en eentje van 3 maanden. En ja, de school is een plek waar je lekker kan interacteren met andere kinderen. Is goed voor je, sociaal. Ja, dus socialisatie. Dan moet je klaarstomen voor de samenleving. Dus maatschappijbewustzijn en dat soort zaken. Oh ja, leren. Dat was ook iets met leren. En klaarmaken voor de arbeidsmarkt. Nou, dat laatste hebben we net over gehad. Leren. Oké. Nou is het zo dat er altijd één iemand is in de wereld die beter de stelling van Pythagoras kan uitleggen dan die man die voor je neus staat. En die lui die weten dat inmiddels al lang te vinden op YouTube en whatever. Dus dat is 1. De halfwaardetijd van kennis neemt af. Ja, als je 40 jaar geleden afstudeerde, je was doctorand of dokter, kon je de rest van je leven, was je gewoon klaar. Ja, ik ben dokter, ja, kijk. Tegenwoordig, ja, zodra je diploma hebt, moet je een jaar later weer opnieuw aan de bak, want die kennis is weer verouderd. Dus dat, die, ja, Mathieu Wegeman noemt dat de halfwaardetijd van kennis neemt af. Nou, dat werkt erop. Leren gaat dus anders, iedereen heeft verschillende leerstijlen, leermodellen. Dus ja, dat wordt een ingewikkeld ding. Ik heb niet de oplossing. 1 ding weet ik zeker, je moet heel lief zijn voor leraren, want de zorg is niet goed voor, die worden ook slecht betaald. Die komen in opstand volgende week al, wacht maar af. Dus Sander Dekker heeft dat niet door, maar er is toch een hoop onder de huid aan de hand. Want vroeger dacht de overheid, joh, die leraren, nou we praten wel met de vakbonden, die geven het cadeautje, dan houden ze zich rustig. Maar die vakbonden, die snappen dus niet dat die vakbonden niet meer nodig hebben om zichzelf te organiseren. Sterker nog, daar hebben we gewoon 2 boeken over gemaakt. Dus dat speelt nu onder de oppervlakte. Een Facebookgroep met 40.000 docenten in het primair onderwijs, die zeggen, hoezo krijgen wij minder geld dan die lui in het voortgezet onderwijs, terwijl wij het veel zwaarder hebben. Dus dit komt allemaal nu boven, dus we krijgen een revolutie. En welke kant op gaat, ik heb geen idee. Maar dat zijn we nu een heel boek aan het verkennen van wat er allemaal aan zit te komen. Om het even helemaal wild te maken, en een deel haakt nu af, maar dat geeft niet. Op dit moment zijn ze bezig met transcraniale elektrostimulatie. En dat zorgt ervoor dat je met je brein, dat je dus met pulsjes kennis kunt stoppen in, nou in muizen kan het al. Dus kun je muis leren lezen, kon die eerst niet. Nee, is een grapje. Maar dat concept, dat hij de weg weet naar de kaas of zo. Maar ja, bij mensen zijn ze dat nu ook aan het doen. Dus of het nou 5 jaar duurt of 15 jaar. En ja, laten we eerlijk zijn, talen leren. We hebben nu een oortje, die doe je in. En die vertaalt real-time wat je hoort. Kun je gewoon Chinees praten. Dus dit is binnenkort in handen van de hele mensheid. Nou, als je dit allemaal zo bekijkt, ja, dan is school ineens een ander dingetje. Dus daar moet wel wat gebeuren. Ja. Oké, dan de allerlaatste vraag. Ja, we hebben het al over gehad. Over rechtvaardigheid ging dat. En er zijn 10 mensen in de wereld die hebben alles. En de rest heeft dan niet zoveel. Nee, die hebben niet alles. Want dat je geld hebt, een spulletje wil niet zeggen, ik heb heel veel spullen. Nou, fijn voor je. Op het moment dat je een dak boven je hoofd hebt, je hebt te eten, je hebt te drinken, je hebt connectiviteit, je hebt entertainment en educatie. Hoe wil je als imam dan nog een beetje haat lopen zaaien? Daar heb je onvrede voor nodig. Dus dat een paar lui heel veel hebben, dat is leuk, maar dat zegt niet zo heel veel meer. Maar er gaan heel veel mensen natuurlijk een andere baan krijgen of helemaal geen baan meer krijgen. Ja, maar even laten we. Oké, maar als je erover nadenkt, waarom wil je een baan? Om bezig te zijn, denk ik ook. Ja. Daar heb je toch geen baan voor nodig? Je wil ook nuttig zijn voor de samenleving. Nou, ja. Daar heb je ook geen baan voor nodig. Inkomen hebben, toch? Ah, ja, maar nee, wacht even. Even doordenken. Waar heb je dan inkomen voor nodig? Om de mensen die afhankelijk van je zijn te kunnen laten opgroeien. En wat heb je daar dan voor nodig? Ja, ik weet niet, geld misschien. Oké, okay. Ja, waar heb je geld voor nodig?
om een computer te kopen. Oké, dus wat we hebben nodig? We hebben neem maar even doordenken. We hebben dus een dak boven ons hoofd nodig, shelter. We hebben water nodig, we hebben voedsel nodig, we hebben elektriciteit nodig, connectiviteit, entertainment en educatie. En nieuwsgierigheid. En nu, nee, dat is een attitude ding. Dus mijn waarneming is dat voor nog nooit zoveel mensen op aarde toegankelijk is geweest als nu. En dat aantal verdubbelt zich de komende 10, 15 jaar. We hebben een paar weeffouten in het systeem zitten. Ik ben veel aan het nadenken over basisinkomen. En als je er diep over nadenkt, zijn er twee grote dingen die we eigenlijk moeten tackelen. De eerste is voedsel. Dat doen we echt nu niet goed. Los van onze die we naar binnen schuiven. En dat is wonen. Op de ene manier is bijna alles goedkoper geworden behalve wonen. Dus daar gaat wat mis. Ik vermoed een kartel, want ik zal niet te veel conspiracy doen vanavond en zo. Maar die hele vastgoedjongens en al die financiële stromen en die woningcoöperaties, daar deugt ergens iets niet. Ik weet alleen niet precies wat, maar dat is raar. Hoezo wordt alles goedkoper behalve wonen? Dus daar moet een paradigma shift plaatsvinden. Ik zag onlangs een filmpje op YouTube van een 3D geprint huis dat geprint werd in Rusland bij min 30. Dat huis is in een dag klaar, kost 15.000 euro, gaat 30 jaar mee, is groot genoeg. Als je dat extrapoleert, betekent dat, dus met de kennis die we nu hebben, en er komt nog veel meer kennis bij, dat ergens de komende 15 jaar kunnen we dat voor 2000 euro printen. Heb je gewoon je eigen huis. Jij moet nog wel grond hebben en zo. Dus de technieken waarmee we huizen bouwen, dat worden hele andere technieken, maar daar zit geen verdienmodel meer onder, want dat gaat richting de gratisgrens. Dus die moeten we tackelen. Voedsel. Als je kijkt wat we nu doen met horizontale landbouw, dat slaat helemaal nergens op. En we putten de bodem uit met ploegen. We gooien die aerobe bacteriën en die anaerobe bacteriën door elkaar. Die raken helemaal in de war. Dat is helemaal niet goed voor de nutriëring. Dus wat moeten we doen? We moeten gaan nadenken over hoe zorgen we dat de voedingswaarde van dat spul wat we naar binnen stoppen hoger wordt. En dat de kwaliteit omhoog gaat en de prijs naar beneden gaat. Nou, hoe doe je dat? Dat is gewoon een puzzel. Dus 3 weken geleden was er een uitzending van Tegenlicht over vertical farming. Ik wist niet wat ik zag, want ik ben niet zo van tegenlicht, maar ik vond deze echt dat ik denk, yo, die zag ik echt niet aankomen. We kunnen dus op zo'n stukje van de oppervlakte het drievoudige maken met hogere voedingswaarde dan dit hele stuk als we op een radicaal andere manier landbouw dicht bij huis gaan doen. Dus wat we moeten gaan doen is voedselproductie aan de rand van de stad. Dat levert in alle opzichten voordeel op. En hoe vers je het spul opeet, omdat het dichterbij is, hoe hoger de voedingswaarde. Dus we moeten gewoon op een veel dieper niveau gaan nadenken over dit systeem. Als je dit doordenkt, en dat is handig voor de mensen die bij de Rabobank zitten, dan is de Rabobank eigenlijk failliet. Sowieso staat... Nee, maar think about it. Want de vastgoedportefeuille van Rabobank, met name retail, die staat al onder water. Maar dat hele landbouwareaal, verticale landbouw, is gebaseerd op een bepaalde opbrengst en waarde. Als je deze meeneemt in de equation en je snapt dat deze kennis gratis wordt voor iedereen, ja, dan is die landbouwgrond dus niks meer waard, dus die zijn failliet. Ja. Het lullig alleen is, ik heb hier ook hele debatten over met economen van de Rabobank en die blijven ook een uur lang zo, maar die hebben geen argumenten, dus dat is wel interessant. Ja. Dames en heren, Martijn Aslander. Bedankt. Kijk, fysiek, niet online. Nog 3 tips. Hier ziet u gegevens staan, Facebookpagina van de Bibliotheek AZ. Bezoekt u ons, zowel online als fysiek. Gaat u ook naar martijnaslander.nl, daar vindt u blogs, nieuwsbrieven, boeken. Nou, kortom, alles wat u over Martijn nog verder wil weten, vindt u daar. En Martijn noemde ook even 3D-printing. We hebben een vestiging in Barendrecht, het heet Kruispunt. Daar ziet u ook concreet hoe leuk kennis en informatie kan zijn. Met kinderen die kunnen daar op de vloer allerlei spelletjes doen. 3D-printer staat er en op boeken. Maar die combinatie van online informatie, technologie, papieren boeken, dat vindt u daar allemaal. Dat is een soort voorlopertje van hoe we meer vestigingen willen gaan inrichten. Dus bezoekt u dat ook. Ik heb nog een primeurtje, bedacht ik net. Die lag hier zo, maar mag ik die nog aanzien? Ja. Wij kwamen erachter dat boek nooit af. Dat is een bestseller heet het dan, dat is dan fijn. En de digitale voorhoede van Nederland en de sociale pioniers, dat die dat boek gingen omarmen. Nou, die waren ook fan van de EasyCatsie, dus we dachten, nou dat lukt misschien wel. Toen zijn allemaal beslissers in Nederland, dus de baas van het leger en allemaal secretarissen-generaal van ministeries, die zijn het boek ook gaan omarmen. Dat is winst.
denk ik, oh, die hadden we niet zien aankomen, dat is mooi. Maar er is een derde doelgroep en die zag ik niet aankomen. En dat is de groep mensen die het 8 uur journaal nog kijkt. En dat zijn de ooms en tantes en de buurmannen en de opa's en oma's van de eerste golf lezers. Die hebben dat boek gekregen van, dit moet je lezen. En die zeiden allemaal, oh, wat een leuk boek. Die zagen wij niet aankomen. Maar die kopen ons boek natuurlijk niet. Want die denken, ja, dat ziet er een beetje academisch uit. Ligt in de managementhoek. Dus speciaal voor die mensen brengen in oktober de publiekseditie uit. Met een andere ondertitel. Zelfde boek hoor, maar ander plaatje. En er staat onder een heldere, hoopvolle kijk op een veranderende wereld. Dus in de hoop dat zeg maar de rest van de Nederlanders het dan ook gaat lezen. Je kunt nog steeds gratis downloaden, maar ja, ik krijg hem net binnen. Dus het is leuk om even zo hier te delen. Dus we hangen hem zo op. We kunnen even zo naar het plaatje kijken. Zo. Hopsakee. Spread the word. Oké, dankjewel. Dank aan alle medewerkers voor deze avond. Dank voor al uw aanwezigheid. Gaat u nog gerust nog even bij een hapje, drankje. Helemaal bij een drankje, nog even nakletsen. Graag tot de volgende keer bij de volgende updates na de zomer. Dankjewel.